Ik heb om tien voor acht besloten dat ik geen toestemming geef, dat ik de conferentie verbied, die morgenochtend om half acht zou beginnen. En waarom? Waarom? Omdat ik aangegeven heb in het begin al, voordat de conferentie aangemeld wordt, dat ik belangrijk vind om het recht voor vergadering en de vrijheid van meningsuiting, maar dat ik wel in wil staan voor de openbare orde en veiligheid. Dat is ook mijn taak. De afgelopen middag hebben er een aantal incidenten voorgedaan, in principe twee. Uh, maar ook signalen dat er meer incidenten voor zouden voor zou vallen de komende tijd. En dat is voor mij tot uh, de conclusie geleid dat er maar één oplossing mogelijk is en dat is de conferentie verbieden.